Burgemeester Marieke Moorman is begonnen met Route 33. En dat houdt in dat ze alle kernen van het land van Kuik gaat bezoeken. En deze keer afslag 18. Jazeker, de burgemeester kwam naar Kuik. Welkom Marieke Moorman en alle andere gasten. Welkom in het Doehuis, welkom in Pabroek en welkom in Kuik. Ik ben Shirley van Hoog, voorzitter van Wijkraad Pabroek. En ik mag namens alle wijkraden jullie u welkom heten. Hier in Kuik zetten we de schouders eronder. We regelen het wel. We denken in mogelijkheden en we zorgen voor elkaar. We zetten ons in, want wij zijn hier. Samen zijn we Kuik. Het land van Kuik voelt voor velen nog wat onwennig. Als een te grote jas waar we nog in moeten groeien. Nieuwe ambtenaren op vertrouwde plekken, nieuwe beleidsmakers, nieuw beleid en een nieuwe burgemeester. En dat alles in een hele korte tijd. En toch wil ik zeggen, wij zijn hier. We zijn er altijd al geweest en we zullen er in de toekomst ook zijn. Wij, de betrokken bewoner in de wijkraad, in een MFA of in andere sociale verenigingen of stichtingen. Een mooie route was er uitgezet. De vier wijkraden, Padbroek, Centrum Kuik, Heeswijk en de Valuwe, die hebben de handen ineengeslagen en er is een leuk programma voorbereid. Ontvangst van de burgemeester in het Doehuis en een rondrit met Stichting Zonnebus Kuik belandde de burgemeester met het gezelschap in de Valuwe. Na een hartelijk welkom in MFA de Valuwe, het ontvangst met een heerlijk hapje en een soepje van Safina, stelden de andere wijkraden zich nog voor. Leuke presentaties met mooie foto's en zo kreeg de burgemeester een heel goede indruk wat Kuik nu eigenlijk is. Heel bijzonder om te zien wat voor een warm, hartelijk groep mensen het is. En wat voor een fijne plek om alle inwoners erbij te betrekken. Ze zijn er voor elkaar, ze ontmoeten elkaar. Ze delen ervaringen, delen verhalen. Maar helpen elkaar ook heel erg met dingetjes. Hoe is het allemaal geregeld in en rondom Kuik, in het land van Kuik. Heel veel hulp en steun ook voor elkaar. Ja. Wat ik wel heel bijzonder en mooi vind om te zien. En daarnaast doen we bij Safina allerlei leuke dingen. Er zijn allerlei activiteiten, recreatief, creatief, samen koken, samen dansen. Maar zeker ook samen leren en samen groeien. Er zijn allerlei voorlichtingen die gegeven worden. Een stukje informatie en advies. Maar ook de taallessen, fietsles. Voorlezen voor de gezellige inloop. Kleine kinderen. En we hebben dus de inloop ook iedere week waar iedereen welkom is en waarvan we hopen nog veel meer bewoners bij
de club te kunnen betrekken. Ja. Ja. En om samen te blijven groeien. Weet je wat ik zie op route 3? We starten in Parkroet, het is mooi groet. In het toehuis is van alles te doen. Weet je wat ik zie op route 3? Langs het beweegpak richting de molen, milieubewust plezier via de stier het vocht. De kerk, de schouwburg, Eljeplein, centrum, de Losdorp, en dan zie je wellicht Pontemaas overgaan. De Heestwijk is het vervolg van de trip. Deze wijk is echt heel erg heel. Weet je wat ik zie? Daar kan je mooi verkassen. Overal dat water hoor je gesnaten de Nieuw. Wonen landelijk van stads. Cultuur en mijn vader falen we doen. Deel beleven verder niet. Het is maar hoe je het bekijkt. Een eigen charme in elke buik. Kijk wat ik zie. Kijk wat ik zie op route 23. Kijk wat ik zie op route 23. Ja, wat wij eigenlijk wilden proberen te laten zien is dat wij allemaal onze eigen dingetjes hebben. En dat heb je ook al gezien in de presentaties natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen ideeën en toch blendt het mooi allemaal samen en maakt samen kuik. Ja. Nou, complimenten dat jullie in 2,5 uur in eendrachtige samenwerking, want dat proef ik aan alles, voor mij zo'n compact en ontzettend informatief programma in elkaar hebben gedraaid. Dus ik ben jullie geweldig dankbaar dat jullie de opdracht niet hebben teruggegeven. Dat zou echt geweldig zonde zijn. Want ik heb het, ik waardeer het enorm. Ik heb heel veel dingen ook nog weer geleerd. En een schrale troost, ik ben hier bijna iedere dag, dus gelukkig zie ik al heel veel van Kuik. Dus in die zin hebben jullie een beetje een voorsprongetje. En ik wil je ontzettend bedanken voor het organiseren, want ik weet, jullie zijn allemaal actieve, bezige bijen. En dan komt er ook nog weer zo'n vraag van de gemeente, van kunnen jullie een programma voor de burgemeester in elkaar draaien? Ontzettend veel dank ervoor, dat doen jullie zich ook allemaal gewoon weer daarnaast. En het helpt mij heel erg. Ik heb bij mijn installatie gezegd, ik wil ze allemaal bezoeken. En dat ga ik allemaal doen voor het einde van het jaar. En dat gaat me dus ook lukken, want ik ben nu over de helft, hè, nu met 18. Want ik heb het heel erg nodig om mensen te ontmoeten. Om het gewoon even te zien en te ruiken en aan te raken en te proeven. Dus ontzettend veel dank daarvoor. Dat waardeer ik echt enorm dat zo gebeurt. En 2,5 uur is heel erg kort. Maar ik was niet van plan om hier heel snel weer te vertrekken. En het is ook zonde als je meteen in je eerste jaar alles ziet en weet. Dus ik wil de komende jaren ook gewoon nog benutten om terug te komen. We hebben al een paar afspraken gemaakt. Nou, en met al die cadeaus en uitnodigingen gaat dat zeker gebeuren. Dus super, super, super bedankt daarvoor. En ik zou zeggen applaus voor jezelf, maar ik klap voor jullie. Wij hebben de mooie gewoonte, want ik zie Hilly ontstaan.
Ik heb in mijn kamer hangt een heel grote, grote kaart, topografische kaart van Land van Kuik. En daar zaten in mei 33 magneetjes op elke kern zat een magneetje. En nu zit er onder, nou ja, vandaag 18 magneetjes, zit al een fotootje van waar ik geweest ben. Dus ik zou jullie willen vragen, of en ik moet even kijken waar we dat moeten doen, of we ergens een groepsfoto kunnen maken. Ja, waar we met het kombord Kuik op staan. En dan kan ik morgen dus ook het fotootje weer onder het magneetje van Kuik plakken. Eind november hangen er 33. En dan gaan we, dat die foto gebruiken we ook, zeg ik maar even tegen de mensen die nu zijn aangehaakt, voor de social media. Dus als je er niet op wil, dan kan dat natuurlijk, maar weet dat wij hem ook publiceren op, weet ik veel, Facebook en LinkedIn. Maar nogmaals, super bedankt voor het, ja, de eerste kennismaking met Kuik en mogen er nog vele volgen. Dank u wel.